Het zou gaan om zo'n 30 jongeren, veelal van Marokkaanse afkomst. Zij zorgen voor een onveilig gevoel in de Willem van Heestraat en Willem van Kesselstraat. Nou, als het 's avonds laat is, ik kom heel veel in de wijk als wethouder wijkontwikkeling. Maar ik kan mij voorstellen dat je in die straten 's avonds laat nog wel even nadenkt of je over straat gaat. Ja. Volgens de wethouder ligt de oorzaak van de overlast ook bij de ouders. Zij zijn volgens hem niet betrokken bij het probleem. Die spreken we dan dus nu ook aan. Je mag toch van ouders verwachten dat zij zich actief bemoeien met de opvoeding van hun kind. Dat ze weten waar dat kind 's avonds is, wat het uitspookt en wat het doet. Juist daarom spreken we nu ook die ouders aan. De gemeente is wel van plan om de probleemgezinnen nog extra hulp te bieden om de goede richting weer te vinden. Maar als daar geen medewerking in zit en mensen weigeren stappen te zetten de goede richting op, dan is de laatste, ultieme stap dat we overgaan tot huisuitzetting. En stel dat dat gebeurt, wat dan met die mensen? Die vraag moet u aan de mensen zelf stellen. We praten ook over eigen verantwoordelijkheid. Je kan als overheid een hoop doen. Je kan hulp bieden, je kan ondersteuning bieden. Maar we kunnen de eigen, en willen overigens ook, de eigen verantwoordelijkheid van mensen niet overnemen. Dus die vraag moet u stellen aan de mensen zelf en die moeten daar ook een eigen antwoord op geven.